Vandaag vierde etappe. Kokzijde, Ardooien. Massasprint? Ja. Ik denk wel, ik hoop het trouwens, want de eerste twee etappes hadden we ook een massasprint verwacht, maar met de weersomstandigheden heeft zich dat niet voorgedaan. En ik denk, morgen is er toch wel echt een hele grote kans op een massasprint. En dan denk ik toch dat die echte topsprinter is gaan meedoen. En ik zie morgen Greipel winnen. En op de tweede plaats Guardini, want die is schitterend bezig. En dan derde ga ik Boani tippen. Een hele mooie top drie. Henk? Ook Greipel. Is hij wel verplicht, vind ik. Dan ga ik een hele speciale ertussen zetten. En waarom is Greipel dat verplicht? Nou, als je zo'n sprinter bent van dat kaliber en je rijdt hier in de ronde mee en je hebt nog geen etappe gewonnen waar jij een etappe kunt winnen, dan vind ik het ook de taak van de ploeg, vooral de ploeg, dat die ploegmaten toch allemaal voor één renner moeten rijden en niet nog twee mannen gaan uitspelen, want dan krijg je hetzelfde tafereel als in Terneuzen. Ik vind dat ze allemaal voor Greipel moeten gaan. En daar kan hij ze er ook op leggen, maar je moet die jongen ook het vertrouwen geven. En dat verdient hij, en dus daar ga ik ook vanuit. En een hele speciale, dat is Kruopis. Die zal wel door weinig mensen gekend worden, door mij ook niet zo goed, maar ik zag iets op een papiertje voorbij komen. Ik hoorde dat er een goede sprinter was. En hij zag er goed uit, had ik gehoord. En ik hou van verrassingen, zware bovenbenen. En nou ja, we gaan naar het thuisland van Tom Boonen. En Tom die komt ook uit zijn schulp, die gaat derde worden.